Een nieuwe variant van een oude konijnenziekte is in Nederland aangetroffen. Bij dierenpraktijk Dier en Arts Boxmeer vertelt Patty Gisbers ons wat het is. Wat betekent deze ziekte voor konijnen? Met RHD2 of VHD2, het viral hemorrhagic disease, is eigenlijk een oude ziekte waar nu een nieuwe variant voor is. Dat betekent dat het vaccin dat we gebruiken om RHD te voorkomen bij konijnen nu niet werkzaam is. Ja, en er zijn al verschillende konijnen getroffen in Nijmegen. Kan het ook deze kant op komen? Ja, dat is heel goed mogelijk. Het virus komt eigenlijk vanuit het buitenland. Het dichtstbijzijnde is al in Duitsland en daarna is het inderdaad in Groningen, Utrecht en in Nijmegen aangetroffen. De verspreiding geschiet eigenlijk via de wilde konijnen of tamme konijnen die vervoerd worden of mensen die het eigenlijk verslepen, bijvoorbeeld door urine of ontlasting van wilde konijnen. En ja, het is nu al heel dichtbij, dus het kan zeker ook hier in de regio optreden. Ja. Maar konijnen zitten in een hok. Hoe worden die nou besmet? Ja, dat is een hele goede vraag. Mensen denken inderdaad dat hun tamme binnenkonijn geen risico heeft. Buitenkonijnen kunnen natuurlijk gewoon besmet worden via konijnen die binnen de tuin komen en dat overbrengen. Konijnen die buiten zitten kunnen ook gestoken worden bijvoorbeeld door vliegen die het overbrengen. Dat geldt helaas nu in de winter met het mooie weer toch ook voor de binnenkonijnen. Muggen, vliegen, die kunnen het virus meebrengen. En een eigenaar speelt een hele grote rol. Als jij over een konijnenveldje loopt buiten waar wilde konijnen hebben geplast of gepoept en ze hebben het virus bij zich, dan zit het onder je schoenen. Loop je daarmee je woonkamer in, dan zit het ook in je woonkamer. Dus preventie is ook hygiëne in dit geval heel belangrijk. Het is echt een hele besmettelijke ziekte. De konijnen die het krijgen, die overleven het meestal ook niet. Dit nieuwe type is wat minder snel dodelijk dan het oude type. Het oude type zorgde eigenlijk voor acute sterfte zonder dat mensen konden zien dat het konijn van tevoren ziek was. Bij deze variant kun je wel zien dat het konijn bijvoorbeeld benauwd wordt of wat slomer wordt of niet wil eten. En binnen 3 tot 5 dagen gaan eigenlijk bijna alle konijnen dood. Ja. En wat kun je nou doen als je zelf merkt dat je konijn ziek is? Ja, dat is heel lastig. Want eigenlijk als je het merkt, dan is het bijna altijd al te laat. Beter kun je zorgen dat je preventief je konijnen vaccineert, zodat ze niet ziek gaan worden. En vanaf volgende week kunnen wij ook inderdaad konijnen vaccineren daartegen. Is het virus ook schadelijk voor andere dieren? Nee. Het virus is alleen schadelijk voor konijnen en haasachtigen. Cavia's, ratten, fretten, honden, katten, de mens, die zijn allemaal niet bevattelijk voor het virus. Dus geen zorgen.